Radio 4. AVRO. Virus met Vivienne van den Assen. Een hele goede avond en welkom bij Virus. Het zijn de donkere dagen voor kerstmensen, maar daar is hier helemaal niks van te merken. Wat een goede sfeer nu al. En wat heb ik ontzettend veel zin in deze uitzending vanavond. Ik zei het al, de donkere dagen voor kerst. Maar wij gaan het hier vanavond in de Rotterdamse Schouwburg een beetje licht maken. Een beetje dat warme gevoel wat de kerst wat mij betreft altijd zo fijn maakt. Hè? Gezellig samenkomen met familie en vrienden. Om gewoon met elkaar dat jaar af te sluiten. En van elkaar te genieten en van lekker eten. En allemaal mooie muziek. En muziek, dat hebben we vanavond hier. Ik kan al een beetje verklappen wat we gaan doen. Ik zal je sowieso vertellen dat het natuurlijk één grote kerstbedoeling wordt. Het is de laatste virus van het seizoen. Dus dat is al een reden voor een feestje. Om dat mooi en feestelijk af te sluiten. Maar ook omdat het kerst is. Dus we gaan hier nog het een en ander doen. Nog niet, de boom is nog niet helemaal opgetuigd. Zie ik, er moeten nog wat dingetjes gebeuren. Maar ik kan er wel een beetje vertellen wat er vanavond allemaal gaat gebeuren in de uitzending. We hebben natuurlijk voor dat huiselijke sfeertje ons huiskwartet, het Matangi Kwartet. Welkom. Bert Hering, dames en heren. Wie kent hem niet? Die is ook aanwezig voor een ontzettend spannende en mooie samenwerking met het Matangi Kwartet. En we hebben de mannen van het barbershopkoor. En kijk eens, ja, u kunt het thuis misschien niet zien, maar ze zijn met zo ontzettend veel. En wat zien jullie er prachtig uit, mannen. Allemaal in zwart met een mooie, strakke roze stropdas. Het is fantastisch. Maar het moet ook nog zingen, hè, straks. Dat gaan we ook nog horen. Maar eerst muziek van de Codarts Christmas Band. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. And it doesn't show signs of stopping, so I brought some corn for popping. And the lights are turned down way low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I hate going out in the storm. If you really hold me tight, all the way home I'll be warm. Oh, the fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Let it snow, let it snow, let it snow. De Codarts Christmas Band met Let It Snow. En Marnix zit achter de piano. Marnix, wat geweldig dat jullie hier zijn met een hele band van Codarts. Maar vertel even, hoe is deze band ineens tot stand gekomen? Ja, wij werden gevraagd door de managers van Codarts. Of wij bij hun uitje voor alle medewerkers van Codarts kerstmuziek wilden spelen op hun borrel. Dus dan kan je eigenlijk geen nee zeggen, hè? Nee, dat is een hele eer. Dus wij doen het met alle plezier en we vinden het heel leuk om ook hier te spelen. En is dat feestje al geweest? Ja, feestje is dinsdag geweest. Oké, nou dan wil ik daar zo meteen nog veel meer van horen en ook van jullie muziek natuurlijk. De Virus Vuurdoop. Bij deze laatste uitzending hoort natuurlijk ook een bijzondere masterclass. Want ja, iedere week bij Virus is er natuurlijk iemand die een instrument wil leren bespelen. Een instrument dat je nog nooit in handen hebt gehad. En vandaag is Laura hier bij ons aanwezig. Kom erbij, Laura. Fijn dat je er bent. Je krijgt zelfs een applaus, terwijl ze heeft nog helemaal niks gedaan. Je hebt nog geen instrument bespeeld. Maar dit is het instrument wat jij wil leren bespelen. Wat hoor ik? Een cello is het. Ja. En waarom kies jij voor de cello? Nou, ik heb cello en viool ook trouwens altijd al heel mooi gevonden. En het lijkt me echt wel een uitdaging om het te leren. Heb je ervaring met muziekinstrumenten? Ik kan piano spelen, maar dat is natuurlijk heel wat anders. We gaan eens even vragen of dat in je voordeel werkt. En dat ga ik vragen aan jouw masterclass topdocent Hilde Verwij. Hilde, jij gaat Laura de cello leren spelen. Dat is, ik zie het nu hier voor me, eigenlijk een extra large vioolachtig ziet het eruit. Dit is bijna net zo groot als Laura zelf qua instrument. Kan dat wel gaan werken? Qua grootte bedoel je? Ja. Nou ja,
Ik denk het wel. Het enthousiasme is er volgens mij. Dus, dat is belangrijker dan de lengte. Nou, dat heb je hier allemaal mee. Ze vertelt net dat ze ook piano kan spelen. Heeft dat eens een voordeel als je cello wil leren spelen? Ja, ik denk dat je een bepaalde muzikaliteit al hebt. En dat is natuurlijk heel fijn. Verder is alles al echt heel anders. Okay. Ja. Het wordt echt een uitdaging. En ik kan zeggen, het wordt een nog grotere uitdaging. Want natuurlijk doet de vuurdopen leerling straks aan het einde van de uitzending mee aan de Clash. Met alle muzikanten, alle professionele muzikanten, Laura, die hier aanwezig zijn. En dit keer is dat natuurlijk een bijzondere Clash, een kerstclash. Dus ik denk dat wij nu gaan luisteren naar het Martangi Quartet en ik jullie weg ga sturen. Want dan gaan wij zo meteen horen of dat cello spelen een beetje gaat lukken. Zet hem op, Laura. Tot straks. Het Martangi Quartet, ons huiskwartet dit seizoen bij Virus. En Arno, ik ga even aan jou vragen. Dit was een stuk van Giel Meijering, maar wat was het precies? Het heet Keizer de Dolchos, wat betekent snoep, ja, candybox. Zo heet onze cd ook. Dus het is echt een lied wat bij jullie hoort? Ja, zeker. En je moest het even checken hoe het heette met Laura. Maria Paula, hi. Maria, ja, eigenlijk niks toepasselijker in deze kerstuitzending natuurlijk. Maria Paula ook nog in verwachting. En je Jozef zit hier ook nog bij, of niet? Ja, daar. Nou, het kan niet mooier. Jullie zijn natuurlijk het hele seizoen bij ons geweest. Het huiskwartet geweest van Virus. Er is natuurlijk een heleboel muziek voorbij gekomen. Kan je een hoogtepunt noemen? Nou ja, het waren allemaal wel hoogtepunten. Vooral het samenwerken met al die bekende popsterren eigenlijk, voor ons in ieder geval. En er zit er nog eentje aan te komen, dus ik durf nog niet te zeggen wat het hoogtepunt was. Dat zou het zomaar kunnen zijn inderdaad. Jullie hebben samengewerkt met behoorlijk wat rocksterren. Laten we daar eens even naar gaan luisteren. I can see clearly now. The rain is gone. I can see all obstacles in my way. Dat was de laatste keer, oh yeah. Een tijd kwamen ze door aangescheurd. Een tijd, want ze hadden van de motorcross gehoord. Ja, dit zijn de rockers die geweest zijn. En ik denk eigenlijk na vanavond dat er nog samenwerking in zit met de mannen van de Barbershop Core. Denk je ook niet? Die gingen hier helemaal los op alle fragmenten die we hoorden. Maar goed, ik heb het net al verklapt. Hè. Bert Herink, daar gaan jullie straks een nummer mee laten horen. Burning Heart. Kan je een beetje vertellen hoe die repetitie eraan toe is gegaan? Een tipje van de sluier oplichten? Nou, eigenlijk heel relaxed. Want ik geloof dat Bert al flink wat weet van klassieke muziek. En volgens mij zaten we heel erg van elkaar te genieten. Ik vind dat hij een waanzinnig mooie stem heeft.
En volgens mij zat hij ook heel erg van ons te genieten. Dus het was meteen gewoon goede sfeer. Oh, je voert de spanning wel op hoor. We gaan het straks horen, dat duurt nog even. Eerst de barbershop, mannen. Barbershop-zingers met A Wonderful Day. En Lennart, de dirigent, die loopt nu weg. Maar dat moet je niet doen, want ik wil jou juist hebben. Hoeveel mannen staan er in dit koor? We hebben ruim 50 leden. En nu staan we met alle 50. Is iedereen aanwezig? Nee, niet allemaal. Een paar zijn op vakantie, een paar zijn er ziek helaas. Maar bijna iedereen is er. Ja, dit is ook de laatste repetitieavond van ons van dit jaar. Dus het is natuurlijk hartstikke leuk dat we het hier kunnen doen. En waar repeteer je voor? Want dit klonk al fantastisch. Moet er nog meer gerepeteerd? Voor wat? We repeteren elke donderdagavond. En het gaat vaak met bloed, zweet en tranen, het gaat er gepaard. En met een hoop plezier, geloof ik. En de mannen die beginnen nu ook een beetje te protesteren, want het is volgens mij ontzettend gezellig. Maar waarom zitten er geen vrouwen in dit koor? Dat ligt aan de stijl waarin de muziek geschreven is. Het is barbershopstijl. En het kenmerk van een barbershopstijl is dat je een ringing chord maakt, een ringing sound. Als je dat met mannen en vrouwen samen doet, die zingen op verschillende frequenties, dan krijg je nooit de sound te pakken die je met alleen mannen of met alleen vrouwen wel kunt krijgen. Maar wat is dan die ringing sound? Kun je dat eens proberen te omschrijven? Want dat zegt mij niet zoveel. Het grote verschil van barbershop met close harmony, want eigenlijk is het een vorm van close harmony, is dat in barbershop de tekst door alle vier de stempartijen, want we zingen vierstemmig, tegelijkertijd gezongen wordt. Dus dan zing je allemaal op dezelfde moment dezelfde O of dezelfde A of dezelfde E. En als je dat vierstemmig goed doet, dan krijg je een soort boventoon die je te horen krijgt. Dat noemen ze een ringing sound. Kunnen we dat even met één zo'n noot laten horen, hoe dat dan is, Lennart? Mag ik heel even een tijdje doen? Dat kost 10 seconden. Ja, heerlijk, doe het. 10 seconden. Er gaat nu iemand op een toon blazen en nu beginnen ze. En dan moet iedereen invallen. Ja, nog niet iedereen is aan het zingen, maar ze houden het nu allemaal vol. Er komt steeds iets bij, ja, laagje voor laagje. En dat is eigenlijk het ronde geluid. Ik heb het gehoord, geloof ik. Dat is hem. Dankjewel, jongens. Ontzettend mooi. Ja, dat moet je echt dan alleen met alleen mannen doen. En strakjes gaan jullie nog meer laten horen. Dit was geen kerstliedje wat we net hoorden, maar straks dan gaan we nog wel meer in die kerstsfeer. Hè? Met z'n allen toch? Absoluut, dat doen we. Want kerstsfeer is het hier zo in de studio. Ik moet wel zeggen, er moet iets doorgewerkt worden aan de kerstboom, want die is nog niet helemaal opgetuigd. Misschien dat de twee mannen van Mainport Barbershop zingers even een handje kunnen helpen. Bij onze dame die dat staat te doen daar. En ik ga even naar helemaal de andere kant van onze foyer. Want daar wordt ontzettend lekker een brouwseltje gemaakt. Glühwein, op mijn verzoek. Want het is zo lekker, glühwein. Maar ik weet zelf niet hoe ik het moet maken. Deze mannen schijnen dat wel te weten. Herman, wat heb je er allemaal ingestopt? Nou, er zitten natuurlijk een aantal geheime recepten in. Maar voor de mensen die misschien hebben opgelet, we hebben hier net een sinaasappel bij gedaan. Er zit een beetje kruidnagel bij, een beetje kaneel.
Ja, en het is natuurlijk een drankje al wat al sinds 1420 bestaat. Dus ja, het is heel bijzonders zijn wij mee bezig. Maar wat is het belangrijkste ingrediënt? Het is handig voor de mensen die thuis meeschrijven en voor de kerst toch wel die glühwein op tafel willen hebben. Ja, Jelle was er bij het begin al bij. Jelle, ik ga naar jou. Ja, ik ben al zo oud. Sinds 1418 loop ik hier op de wereld rond. Nee, het belangrijkste ingrediënt dat is de kruidnagel, de sinaasappel en de kaneelstokjes. Als je dat hebt, dan heb je de basissmaak al te pakken. Dan kun je het daarna nog op smaak maken met wat suiker. En uiteraard het vocht uit de sinaasappel is ook heel belangrijk. En wijn mag ik toch hopen dat erin zit, hè? Ja, er zit ook wijn in. En natuurlijk een beetje alcohol, hè? Ik wou net zeggen, want dat had ik nog niet gehoord. Ik denk, sinaasappels, dat is leuk, maar ik wil ook die wijn. En we kunnen het nu gaan uitdelen, denk ik ook, hè? Want er is al wel een pannetje klaar. En het is ontzettend druk hier. En volgens mij staat iedereen al in de rij voor die glühwein. Willen we glühwein, mensen? Ja! Dat gaat dan gebeuren. Virus ontdekt. Virus ontdekt de Codarts Christmas Band. Want die blijkt er zomaar in ene te zijn. En ik begreep dus net al, Sean, dat dit speciaal is voor de docenten die straks een feestje hebben. Moet het dan helemaal tot in de puntjes perfect zijn? Ja, het feestje was eigenlijk eergisteren. Dus het is al geweest. En ik denk dat we 6 weken geleden ongeveer begonnen zijn. En we moesten 14 songs spelen. En het is toch vrij goed afgelopen. Het was heel leuk. We hebben ook heel goed gegeten. En heel goed gedronken. Heel veel gedronken ook. Inderdaad. Heel gezellig. Maar ontzettend veel gespeeld en ontzettend veel gerepeteerd. Heb je er dan nog wel zin in al die kerstliedjes? Ja, na een tijd was het zowel van... Ja, Last Christmas. Ja, we hebben het wel gehoord ondertussen. Dus na vanavond ga ik heel blij zijn... En je moet ook wel een beetje creatief zijn straks, want zit je niet vast aan een repertoire met deze naam, de Christmas Band? Met Paas heb je straks wel een probleem. Ja, dat is wel waar natuurlijk. Maar we hebben er al een beetje over gepraat, voor misschien deze band als sessieband eigenlijk misschien later te kunnen gebruiken. Voor alle mogelijke activiteiten. Kijk, zo verkoop je jezelf heel goed, Jan. En waar gaan we nu naar luisteren? We gaan nu luisteren naar Christmas Lights van Coldplay. Christmas night, another fight, the tears we cried are flat. I got all kinds of poison in my blood. I took my feet to Oxford Street, I tried a right or wrong. Just walk away, those windows say, but I can't believe she's gone. You're still waiting for the snow to fall. It doesn't really feel like Christmas at all. Christmas lights, the light of the street, down where the sea.
De Codarts Christmas Band met Christmas Lights van Coldplay. De virus vuurdoop. Sinds het begin van onze uitzending is Laura met de cello aan de slag gegaan. We hebben haar expres niet hier in de foyer gelaten, maar in een ruimte achteraf, dat ze in alle rust kan studeren. Want zij moet in eigenlijk een uur tijd die cello onder de knie krijgen, zodat ze straks met die Christmas Clash kan shinen met een solo. Maar Hilde, jij bent uit die ruimte gesneakt en kan mij nu vertellen hoe het gaat. Het gaat echt supergoed. Ik hoor al een beetje de melodie van... Niet verklappen. Gaan we even kijken of de mensen hier het ook horen. Of jullie het een beetje herkennen. Dan hou ik nu mijn mond. Iemand een idee? Iemand een idee in het publiek? Meneer? Nee, geen idee. Geen idee. Zit hier met u heeft een lekkere glühwein. Misschien helpt dat tot de inspiratie? Ik kan het ook niet... Nog niet herkennen. Ja, het is echt een kerstlied. En we kennen misschien wel een andere versie. We moeten denk ik nog heel even heel hard gaan oefenen. Ik denk het ook, Hilde. Je moet echt nog eventjes hard gaan oefenen. Want het is het nummer White Christmas. We horen hier een versie met Ella Fitzgerald. Maar Hilde, ga jij snel terug naar Laura. Dat ze dadelijk niet zonder geluid met die cello tussen al deze mooie muzikanten staat. Dit is dus Ella Fitzgerald met het nummer White Christmas. En dat is de kerstclash die wij straks aan het eind van deze uitzending zullen gaan laten horen. Met alle muzikanten die hier zijn. Mannen van het barbershopkoor, jullie zijn daar ook bij, hè? Ja. Ze hebben er eigenlijk nu al zin in, maar we gaan ook nog andere stukken van hen horen. Ja, dit is Virus in samenwerking met De Doelen. We zijn al een eindje op weg met deze heerlijke kerstuitzending. Het is hier lekker warm en het is ook een beetje licht, want er worden prachtige stukken ten gehoor gebracht. Je kunt ons ook volgen op Facebook, ook al is dit de laatste uitzending. Vanaf maart zijn we er weer. Dus neem vooral een kijkje op onze site, Facebook/muziekvirus. Het is tijd voor het Matangi Quartet met het laatste deel van Beethoven dit seizoen. Huiskwartet, het Matangi Quartet met tweede deel uit het strijkkwartet Opus 130 van Ludwig Beethoven. Dus een mond vol, maar heb ik het allemaal correct gezegd, Maria? Ja, het is Ludwig van Beethoven. Ja.
Dit is een stuk van Beethoven. Nou hebben jullie het hele seizoen al dingen van Beethoven laten horen. Het is een beetje opgedeeld tijdens jullie bezoeken in zijn stromingen. Welke deel van zijn carrière hebben we nu gehoord? Dit is eigenlijk een van de beroemde late kwartetten, Opus 130. En het was een bijzondere periode in het leven van Beethoven, omdat hij langzaam doof werd. En de kwartetten die hij toen schreef, waaronder dit kwartet, die waren voor die tijd vrij experimenteel. En de mensen dachten dan ook, nou, hij is inderdaad wel echt doof. Oh, omdat ze vonden het afschuwelijk wat hij schreef en wat er gespeeld werd? Nou, niet alles. Maar bijvoorbeeld in dit strijkkwartet had hij als laatste deel oorspronkelijk de Große Fuge geschreven. En dat werd in de pers niet goed ontvangen, door het publiek niet goed ontvangen. Dat is een naam van een stuk? Ja, dat is de naam van het laatste deel van dit strijkkwartet. En dat werd dus gewoon niet goed ontvangen. En daarom is hem gevraagd om een ander laatste deel te schrijven. En dat heeft hij toen ook maar gedaan. Wow. Dat is ook wat. Maar zoals ik het nu hoorde, vond ik het eigenlijk prachtig. En het was juist heel vol. En er gebeurde van alles. Jullie hebben nu allerlei losse delen van Beethoven laten horen. Verspreid over de uitzendingen van Virus. Maar wanneer kunnen we nu al die Beethoven-stukken samen horen? Nou, we zijn bezig een Beethoven-kamikaze te organiseren op verschillende plekken. Kamikaze klinkt niet goed. Nee, maar dat is het wel eigenlijk. Als je alle 16 strijkkwartetten van Beethoven wil spelen in één weekend, dat is een kamikaze niet alleen voor ons, maar ook voor het publiek. Oh ja, waarom dan? Wat kan je dat uitleggen? Nou, het is gewoon heel erg veel. Maar het is natuurlijk wel geweldig, omdat Beethoven dus zo divers is geweest in zijn schrijfwijze en zo'n ontwikkeling heeft doorgemaakt, ga je als luisteraar eigenlijk, en ook als muzikus, ga je mee op die persoonlijke reis die meneer Beethoven zelf heeft gemaakt. En wanneer kunnen we dat van jullie gaan horen? Want je zei, je bent ermee bezig, maar kun je al een indicatie geven? Nou, we hopen dat we dat toch wel in 2014 kunnen gaan doen. We zijn nu nog bezig. Ja, dat moet je natuurlijk helemaal ontwikkelen. We zitten nu nog midden in het studieproces. Dat kon je misschien ook wel een beetje horen. Het was niet alleen dat, maar ook dat de muziek af en toe een beetje wegwaaide. Want er kwamen wat mensen binnen, geloof ik. Ja, maar dat is goed. Dat is de kerstgedachte. Hè? Iedereen mag erbij, de hele uitzending door. Iedereen mag gewoon toestromen. Ja, daar ben ik ook helemaal voor. We gaan het beleven in 2014 dan hopelijk. Want dat is een hele klus. Ja. Och, dit nummer, hè. Dit nummer... Julie July, dat is het nummer waarmee deze man eigenlijk mijn leven binnenkwam. Want anderen kennen hem wellicht van zijn rock'n'roll periode met Vandenberg, waarmee hij internationaal succes heeft gekend. Het nummer Burning Heart, zegt u dat iets? Ja, er wordt hier geknikt. Dames en heren, mag ik een groot applaus voor Bert Hering! Welkom, welkom. Ja, ik zei het net al. Bert, fantastisch dat je hier bent. Ik vind het een hele grote eer. Hoe is het voor jou om hier te zijn? Dat is leuk. Ik vind Rotterdam een fijne stad. En wij van huis uit zijn allemaal Feyenoord-fans. Ik zit gebeiteld hier. Ja, dan zit je hier zeker goed. Internationaal succes met Vandenberg. Gewerkt met onder meer Jimmy Page, over rock'n'roll gesproken. Maar rock'n'roll, hè? Nu stap je daar vanaf. Ga je helemaal voor klassiek? Nee, ik ben wel een klassiek liefhebber hoor. Johannes Brahms en Dodgers Rekening vind ik bijvoorbeeld erg mooi. Zo, je noemt gelijk wel twee specifieke muziekmakers. Ja, dat is wel heel specifiek, maar dat vind ik erg mooi en heel gedragen. Ik hou van heel gedragen klassieke muziek. Dat mag voor mij best wel een beetje zwaar zijn. We kunnen even een stukje naar luisteren. Wie horen we? Dit is Johannes Brahms, maar ik weet niet precies van wie de uitvoering is. Dat zou ik even niet weten nu, hoor. Is dat het San Francisco Philharmonica? Misschien? Dat durf ik niet te zeggen. Dat zou zomaar kunnen. Maar dit is dus... Jij vindt het fijn als het zwaar en... Ja, ik vind het, dan heb ik wel iets met Brahms. Dat vind ik wel erg mooi. En je hoort hem ook aan het sterfbed van zijn moeder zitten. Sorry hoor, dames en heren. Het is wat zwaar. Maar het is ook geschreven op zijn moeder stierf. En toen kwam dit allemaal bij hem op. Dus het zijn wel echte zielse roerselen, zou ik maar zeggen. Maar een beetje die ellende opzoeken, dat zit natuurlijk ook wel een beetje in de rock'n'roll, hè? De zelfkant opzoeken van jezelf. Hoe is dat met je rock'n'roll? Nou, ik ben wat minder rock'n'roll geworden, hoor. Ik ben ondertussen een keer 5 keer grootvader, dus dan word je vanzelf wel iets minder rock'n'roll, hoor. Dus, ja. Is het zo? En nu dan natuurlijk, wat wordt hier geroepen? Oh, ik dacht dat iemand iets roept. Die dacht, nee, je moet ook als opa gewoon rock'n'roll zijn. Vind ik overigens wel, hoor. Kan gewoon.
Ja, maar mijn kleinkinderen willen mij nou wel graag zien groter worden, zou ik maar zeggen. Oh, in dat opzicht is het dan wel weer verstandig dat je je een beetje meer gaat richten op ook andere muziekstromingen. Waaronder dus klassiek. Je bent een samenwerking aangegaan met het Matangi Quartet. Hoe was dat repetitieproces? Nou, ik kom binnen, die mensen kennen gewoon alles. En ze hebben een geweldige, Paula heeft een geweldig arrangement gemaakt. Applaus, Paula, geweldig, helemaal super. Kun je daar iets over vertellen? Want waar haalt ze dat vandaan? Nou, ze heeft in ieder geval het middenstuk een stuk van Edvard Grieg gepakt. Dat vond ik heel erg passend, omdat het Vandenberg is echt een Noord-Europese band. Hè. Er zit geen Amerikaanse soul in, het is echt Noord-Europees. En daarom denk ik ook dat we in Amerika echt doorgebroken zijn, omdat we echt Europees waren en niet Amerikanen probeerden na te doen. Maar wat zij gedaan hebben is echt, het zijn fantastische muzikanten. Ik zou zeggen, ga liggen luisteren. Ja, dat ga ik zeker doen. Maar ik wil toch even van Maria Paula weten hoe je dan bent gekomen bij Grieg om dit te gebruiken voor Burning Heart. Nou, we speelden het strijkkwartet van Grieg. Dat hebben we ook opgenomen ooit. En toen hadden we altijd echt zoiets van, dat is eigenlijk qua akkoorden opvolging is het eigenlijk bijna popmuziek. En wij vonden het gewoon een ontzettend gaaf en hip stuk. Dat was al ver voor deze samenwerking. Ver voor deze samenwerking. Dus toen ik mailde met Bert van welke toonsoort staat het eigenlijk. En hij zei G-klein. Toen dacht ik, yes, we kunnen Grieg spelen. Oh, wat fijn. Maar wacht even. Er zit een fantastische gitaarsolo aan het begin van Burning Heart. Hoe gaan we dat hier doen? Want we hebben geen gitaar. Ja, dat is een verrassing. Een verrassing? Oké, nou, dan zeg ik niks meer. Dan wil ik heel graag horen Burning Heart van Bert Hering met het Matangi Quartet. Does it feel the same when he calls your name? And does it feel the same when you play the game of love? When he holds you tight, does it feel all right? Just like it used to do when I was with you, making love to you. This burning heart of mine, it still hurts after all this time. This burning heart in me won't let me be. When he holds you tight, does it feel all right? Just like it used to do when I was with you, making love to you. Does it feel the same when he calls your name? And does it feel the same when you play the game of love? This burning heart of mine, it still hurts after all this time. This burning heart in me won't let me be, won't let me be. This burning heart of mine, it still hurts after all this time. This burning heart in me
don't let me be. Met Bert Hering eigenlijk featuring Kriek. Oh, ik heb echt zitten genieten. Er zijn snaren gesprongen. Het was gewoon een stukje rock'n'roll hier, Bert. Hoe vond je het? Ja, ik vond het echt geweldig om met deze mensen te spelen. Wie weet voor de toekomst, je weet het maar nooit. Hè? Ik zou zeggen, je moet gaan toeren, man. Nou ja, ik ben op het moment met eerst nog met Jan Akkerman flink aan het toeren. O, ja. Waar ben je te zien? Nou, ik ben de 28e te zien in de Melkweg. En dan via Jan zijn 50-jarige jubileum. Dus ik dacht, ik kondig het even aan. En de 29e staan we in de Oosterpoort in Groningen, dus als u zin hebt om te komen. En ik doe nog een Pink Floyd project. Oh, kijk aan, vertel. Een hele goede band uit het noorden. En daar begin ik volgend jaar mee, 2013. Dus dat heet de Pink Floyd project. Ja, en zijn er nog strijkers bij nodig? Ik heb hier een leuk kwartet, ons huiskwartet. Ik weet niet of ik namens jullie mag spreken, maar... Nou, het wordt heel groot opgezet. Het wordt net zo groot als de echte Pink Floyd. Er is een replica ervan. Oh. Dus we doen alleen hele grote hallen. En nou, wie weet... Spannend ook, maar ik kan me voorstellen dat je daar misschien ook weer een beetje zenuwen voor hebt. Zulke grote hallen ineens. Ja, gezonde zenuw is belangrijk. Als je die niet meer hebt, kun je beter stoppen met zingen. Want dan ben je niet meer kritisch op jezelf. Dus het is heel belangrijk dat je dat hebt. En had je hier stiekem een beetje zenuwen voor? Ja hoor. Ja, tuurlijk. Het is een gezonde zenuw. Belangrijk. We hebben er niks van gemerkt en het ging hier werkelijk los. En mag ik jullie ontzettend bedanken voor deze fantastische samenwerking. Ik heb ervan genoten. En het publiek hier ook. Dankjewel Bert. Ook heel erg bedankt. Bolspel. Ja, hij staat hier klaar voor degene die het niet ziet, die alleen maar aan het luisteren is. Het is tijd voor de grande finale van het belspel. En de bel staat hier en hij doet het. Dat is mooi, want vandaag is de laatste kans om een greep te doen naar die prachtige belbokaal. Die staat daar klaar met een fles champagne ernaast, want als je hem wint, dan moet dat natuurlijk gevierd worden. Kijk even mee, we hebben hier de score. Ja, het is eigenlijk, we hoeven eigenlijk de nummer 2 tot en met nummer 12 niet te noemen. Want Henk, wie herinnert zich Henk nog? Henk van vorige week, die had een fantastische score van 14 keer raakbellen. En hij is hier, hij staat hier achterin. Henk, zwaai even, dan ziet iedereen waar je bent. Goed dat je er bent. Voor hetzelfde geld ben jij degene die zo meteen met die belbokaal naar huis gaat. Maar het kan ook zomaar zijn dat er nog iemand over die 14 belletjes heen gaat. Want er zitten er, ik ga het nu verklappen, 20 in. Dus het kan nog. Het kan gewoon nog. Iemand die deze uitdaging aandurft te gaan. Iemand die geoefend heeft, die dat ook echt durft. Er staat hier gelijk al iemand met een vinger in de lucht. Ik ga je naartoe, helemaal achter in de zaal. Want jij was zonder twijfel
meteen degene die zijn vinger omhoog deed. Hoe heet je? Ted. Ted. Ted, waarom ben je er zo zeker van dat je boven die 14 uit kan komen? Nee, dat niet. Je hebt niet geoefend? Nee, maar ik ga het gewoon proberen. Oh, nou ja, kijk, als je zo zelfverzekerd bent, dan zou ik zeggen, kom naar voren. Jij gaat het gewoon, doen. Ja, als je zo zeker van je zaak bent, dan kan me haast niet voorstellen dat het nog mis kan gaan. Kan je even je hand laten zien of die trilt? Niet echt. Nee, trilt niet echt. Dan kunnen we even de bel gaan testen. Die doet het ook. Daar ligt het dus allemaal niet aan. Ik laat Henk in het publiek dat hij je niet af kan leiden. Want dat zou ik me wel kort voorstellen. Hè, dat je dan eventjes hier een beetje de boel gaat verwarren. Maar dat gaan we niet doen. Jij kan in opperste concentratie voor die 15 bellen gaan. 20 zou ik helemaal mooi vinden. Maar met 15 heb je eigenlijk al gewonnen. Mag je champagne drinken? Nee. Dan geven we die sowieso aan Henk. Nou, heel veel succes, Ted. Concentratie, stilte hier in de foyer. Wat zeg je? Wat is de bedoeling? Wat is de bedoeling? Dit zag ik niet aankomen. We zijn weken, maanden bezig met Virus. Voor een, ja, toch een legendarisch spel. Het belspel. Ja, ik dacht, dan haal je iemand uit het publiek die ook natuurlijk weet wat de bedoeling is van het belspel. En als je de belbokaal ziet, ja, dan weet je sowieso hoe dat spelletje aan toe gaat. Je hebt geen idee, Ted. Nee. Ik ga even naar Henk. Henk, wat fijn dat je er bent, want we hebben je nog wel even nodig. Ik hoop voor je dat je wint, maar dat heb ik niet hardop gezegd. Okay. Luister eens, kan je even uitleggen wat de bedoeling is van het belspel? Je hoort zo meteen een liedje. Daar zitten dus heel veel belletjes in. En jij moet precies op het moment dat het belletje klinkt ook bellen. 10 belletjes zitten erin, toch? 10. Als je dat haalt, is het echt heel knap. Ja. Heel goed, Henk. Nou, dat is dus de bedoeling. Dus je hoort een nummer. Het is een vrij bekend nummer. Ik denk dat jij het ook kent, Ted. En iedere keer als je denkt, nu komt de bel, dan sla je. Als het gelijk is, dan heb je een punt. Maar meer ga ik niet zeggen, hoor. Maanden hebben we hier naartoe gebouwd. Het is een climax van jawel, Stan. Je hebt gewoon geen idee wat we gaan doen. Heerlijk. Nou, concentratie en veel succes. Henk, ik drink die champagne met jou. Dat was er één. Te laat, maar je gaat lekker. Je snapt wat de bedoeling is. Dat was goed. Oh, te vroeg. Zit hier in het publiek die je vertrouwt, want ze doen mensen mee. Mensen zitten met de handen mee te slaan. Ja, dat was goed. Mensen helpen me even, met de handjes. Iedereen in het publiek weet hoe het moet. Nou, niet iedereen zie ik, maar iedereen doet mee, dat is mooi. Ja, ik ga je een hand geven en bedanken voor het feit dat je de uitdaging aan wilde gaan. Ik ga even bij de jury polsen hoeveel je er uiteindelijk goed hebt gehad. Ik kan je zeggen, het is niet genoeg. Het waren er 5. Maar bedankt voor je deelname en mag ik een daverend applaus voor Henk. Henk, kom naar voren. Jij bent de winnaar. Henk, kom naar voren. Henk, er komt een leuke assistente nu naar voren met jouw prijs. Maar, ja, ik vind het geweldig. Niemand heeft meer dan 14 belletjes kunnen raken. Jij bent een terechte winnaar. Mag je feliciteren? Ik ga je zoenen ook. Nou. Gefeliciteerd. Dit is de belbokaal. Hou hem omhoog. Laat hem eens even zien. En met die champagne komt het ook wel goed. Nou, niet de gluwijn en het bier en de champagne door elkaar, want dan gaat dat belletje nooit meer rinkelen. Hartstikke gefeliciteerd, Henk, dames en heren. Santa Claus is coming to town.
Christmas Band. Santa Claus is coming to town. Sean en iedereen hier, wat een fantastisch optreden. En nu ben je klaar, je hoeft nooit meer een kerstliedje. Vind je dat fijn? Maar White Christmas komt nog. Oh, je hebt gelijk. Ja, de Clash, de kerstclash, die komt er nog aan. Sorry man, ik maak je blij met een dode mis. Je moet er nog eentje. Heb je verder nog leuke plannen voor de kerst? Nee, ik ga eigenlijk gewoon terug naar mijn thuisland, België. Het verre België. Ja, nee, ik kan eigenlijk niet veel doen. Studeren voor de examens, want die komen er bijna aan. Nou, dan moet je daar inderdaad wel even je rust voor pakken en zorgen dat dat straks vlekkeloos verloopt. Spaar nog even je krachten voor zometeen die kerstclash, want dat gaat gebeuren. Ja, alles is hier zo'n beetje in kerstsfeer gebracht. Het is lekker vol, lekker warm, omdat het lekker druk is hier in de foyer. Ik ga eventjes vragen hoe het met de glühwein is. Is het al bijna op, de glühwein, Lotte? Ja, het is bijna leeg. Het laatste beetje zit er nog in. Dus als je nog wilt, dan kom maar halen. Wie er nog geen glühwein heeft, kom het hier halen, want het moet op. Alles moet op. En de kerstboom, ja, dat gaat ook al heel erg goed. Die hier is bijna helemaal opgetuigd. Maar ik denk dat nog wel de lampjes even aan moeten. Ave Maria van Johann Sebastian Bach in een uitvoering van Anna Machzak. Misschien had u er wel herkend. En samen met het Matangi Quartet. En Anna, ja, prachtige. Wat zie je er prachtig uit en wat een prachtige stem. En je bent al eens eerder bij ons bij Virus geweest, maar inmiddels ben je afgestudeerd aan Codarts. Klopt dat? Ja, dat klopt. Ja. Heel mooi. Hartstikke goed. En wat een prachtige Ave Maria heb je voor ons gezongen hier. Ja, echt een kerstnummer. En een echte kerstboom heb je ook voor ons opgetuigd. Heb jij al een kerstboom?
Een kleintje heb ik thuis, ja. Nou, dan mag je deze meenemen. Vind je dat wat? Ja, dat vind ik helemaal geweldig. Ja. Als bedankje, alsjeblieft. Het Matangi Quartet ook ontzettend bedankt voor jullie prachtige bijdrage. Ja, we hebben genoten van jullie als huiskwartet. En daarom hoop ik eigenlijk dat ik, als ik vraag of jullie er volgend jaar weer zijn, vanaf 7 maart, of dat dan zo is, Maria. Nou, we gaan nog heel erg ons best doen. Zoals je ziet heb ik een dikke buik. Dit kind wordt niet met kerst geboren, maar wel ergens in maart. Maar als het allemaal lukt, dan zijn we zeker van de partij. Nou, dat zijn, vind ik heel fijn. In ieder geval hele fijne kerstdagen voor jullie al. Zometeen moeten jullie nog wel even focussen. Want we gaan inderdaad, zoals Jean net ook al zei, met z'n allen hier nog één mooi kerstnummer ten gehoor brengen. En dat is White Christmas. Maar dan hebben we wel Laura op de cello nodig. Laura, die moet eventjes tussen het publiek tevoorschijn komen met haar cello. Die vergeet ze nog bijna. Applaus voor Laura. Hou omhoog. Je mag even naar mij toe komen nog. Laura, je mag nog even naar mij toe komen. Een stoel wordt voor je geregeld, want dit instrument kan je niet staand bespelen. Nee, dat gaat niet lukken. En dan komt hij ook bijna boven je uit. Zo groot is de cello of zo klein ben jij. Dat ligt er een beetje aan. Wat voor dingen heb je precies geleerd? Hoe je de stok moet vasthouden allereerst. En waar de noten zitten. Ja, en dan hoe je moet... Ja, er komt best nog veel bij kijken. Veel nadenken. Ik moet misschien er ook niet te veel over gaan vragen. Want jij moet je goed kunnen concentreren. Want er zit dus zometeen een solo voor de cello. In de White Christmas kerstclash die wij zo meteen ten gehore gaan brengen. Ga zitten. Er staat een microfoon bij je, Laura. Dus... alles wat je eruit krijgt, dat gaan we ook horen. Dus je hebt niet voor niks gestudeerd. Hilde, waar ben jij? Ja, die zwaait. Is het allemaal goed gegaan? Een duimpje? Goed of goed? Ja, je krijgt een duim. Zij is blij, ze heeft vertrouwen in je en wij allemaal ook. Dus dames en heren, voor deze prachtige, kerstige laatste uitzending van Virus voor dit seizoen hebben wij een bijzondere kerstclash voor jullie. Namelijk die van White Christmas. Just like the ones I used to know, where the treetop glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. To me.
bij deze laatste virus. White Christmas, een echt kerstnummer. Met alle muzikanten die hier aanwezig zijn. En Laura op cello, you did it. Hartstikke goed, meid. Ik wil iedereen bedanken. Natuurlijk ons huiskwartet, het Matangi Kwartet. Bert Herink. Anna. De Mainport Barbershop Singers. En natuurlijk de Codarts Christmas Band. En die band speelt nog even door voor ons. Ik heb het idee dat ik de helft nog niet verteld heb van wat ik u allemaal wil zeggen. Nou ja, we zijn er gewoon weer in het nieuwe jaar vanaf 7 maart met nieuwe uitzendingen van Virus. In de tussentijd volg ons op Facebook of Twitter met ons. En zorg in ieder geval voor dat je vanaf 7 maart weer bij ons aanwezig bent bij Virus. Bedankt en een hele fijne kerst.